Voor iedereen die betrokken is bij de club is dit gewoon een groot drama. Ronde Groot, wat moet dit pijn doen voor jou? Ja, hartstikke pijn. Niet alleen voor mij, maar ook voor de spelersgroep, voor de hele club. Vooral ook voor de supporters. Voor heel Nijmegen eigenlijk. Ja, het ging helemaal fout op een gegeven moment. Ja, ik moet zeggen, als je achteraf kijkt naar deze twee wedstrijden, hebben we het eigenlijk in Breda laten liggen. We hebben vandaag niet goed gespeeld. Gregor, hoe verschrikkelijk is dit? Ja, super erg. Super, super erg. Dat is de dag die je in je leven niet gaat vergeten. Is dan de drukte, spanning toch misschien? Want je zag al spelers rare dingen doen. Ik hoorde overvellen. Ik sta hier als algemeen directeur. Ik heb zelf de pest in mijn lijf. Ik kan niet iets vinden van over spanning in de groepen. We hebben het over vrijdag, zaterdag, zondag. Ik vind het vreselijk. Ik vind het vreselijk voor de stad. Ik vind het vreselijk voor de supporters. Ik vind het vreselijk voor de mensen die hier werken. Ik leef ontzettend met ze mee. Ik voel die pijn zelf ook. Alleen ik kan nu niet vooruit lopen of achteruit kijken. Er zijn mensen die mij zeggen, ja, was de beslissing daarover goed, daarover goed, daarover goed. Ja, ik denk dat we eerst maar gewoon eens even uit moeten huilen. Morgen zitten we bij elkaar. En ik weet ook niet hoe we bestuurlijk verder gaan. Dus daar kan ik ook niet iets over zeggen. Wat kun jij zeggen over jouw eigen positie? Ja, maar daar ga ik niet over. Kijk, ik vind dat ik ben eindverantwoordelijk. We zijn gedegradeerd en daar ben ik eindverantwoordelijk voor. Alleen ik ben niet degene die daarover beslist.